Oh, dit is hartstikke leuk dit. Tegen een computer. Ik ga niet, ik ga niks meer zeggen. Ik ga hopen dat ik niet zo'n spannend moet kapot maken. Dus ik zie jullie zo als ik klaar ben hiermee. Zo, we zijn er weer. En ik ben bijna klaar. Ik heb ja, bijna ja, zo ongeveer. Ik ben klaar met het clearen. Oh, dan is nog wat cobblestone. Ik heb daar een chest gemaakt met alles. Kijk, ongeveer dit komt eruit van dit clearen. Nou, best wel lang over gedaan eigenlijk. Er is nog wat iron hier en daar, maar ik ging even voortaan voor het minen en daar kwam ik vandaan. Bla bla bla. Jullie kennen het verhaal wel van de vorige episodes. Ik heb nog een bucket water gehaald zodat ik een infinite. Hey, dat zou ik gelijk even doen. Een infinite water source kan maken. Nou, laten we dit maar gebruiken. Hè. Even kijken. Zo en zo. En dan ga ik nu even kijken hoe ik dit moet maken. En dat soort dingen. Ik heb ook bijna geen eten meer. Ik heb nog wat team bread en pork chops. Maar ja. Dus dan zie ik jullie zo weer. En dan weet ik hoe ik alles moet maken. Oké, okay, dus ik heb net gekeken. Ze spawnen. Een area van 9. Bij 9, bij 3. Dus even kijken. Tenminste, dat zei hij. Even kijken, dus. Ja. Ik kijk er nu niet naar. Ik zit even te denken. Als je 9 bij 9, dan komt dat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kijken, wacht even. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1. Wacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, okay, dat is de goede. Dus daar spannen ze in. Zo, dus 9 vanaf. Even kijken, ik zal het even marken met woolblocks. Zo maak je wool, nou, natuurlijk van string. Dus vanaf hier tot. Even kijken. Vanaf hier spannen ze nog. Sorry. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wacht even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zo'n 4 print. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah nee, wacht. Dus vanaf deze blok, vanaf deze rij. Beginnen ze. Oh, vanaf deze rij beginnen ze eigenlijk. Tot. Even kijken. Oké. Okay, 1, 2, 3, 4. Om mijn muis. 5, 6, 7, 8, 9. Tussen daar spannen ze. Dus deze kunnen we eigenlijk zo wat samen maken, denk ik. Even kijken met 1, 2, 3, 4 aan de zijkant. Dus 1, 2, 3, 4. Tot hier spant die. Bijvoorbeeld ook torches, torches, torches. Dus vanaf daar tot daar spant. Tot even kijken. Even kijken. Hand van 9 bij 9 hebben we dan nodig. Kijken. Ik zal even met kobbel afdekken. Dus hebben we 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dus dat is de area dat hij gaat spawnen. Daaromheen moet je een cage maken. Dus dit kunnen we gewoon afsluiten met elkaar. Dus die area en deze zijn op één lijn volgens mij. Ja.
Dus naar wie nog? 1, 2, 3, 4. Tot daar spant hij. En dan. Even kijken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tot daar. En 1, 2, 3, 4. Tot daar. Dus daaromheen moeten de muren komen. En bij deze nog. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier moet nog een rij uit eigenlijk. Dus tot daar. Even kijken. 1, 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. Oké, dat zijn de area's waar omheen de alles moet. En daar stond net de hele tijd een creeper te wachten op mij. Even kijken. Dus dat gaan we doen. We gaan daar eerst een muur omheen maken. Ik weet nog niet welk material. Ik denk dat ik gewoon kobbel ga gebruiken. Aangezien we nog niet zo ver in het spel zitten dat we unlimited van elke material hebben. Zoals wol of zo. Dus ik denk dat ik gewoon van kobbel maak. Omdat ik daar voor nu in ieder geval genoeg van heb. Laten we gewoon alles wat eruit gooien. Als we niet nodig hebben. Even zo doen. Kan ik dit doen. En zo. Laten we dat eerst doen. En dan. Ik zou even een pickaxe nodig hebben eigenlijk. X. Zo. Dan gaan we dat eerst doen. Dus. Ik zou eerst eentje laten zien. En dan drie hoog trouwens. Dus dat is zo'n 1. Eentje boven, eentje daarboven. Volgens mij, wacht, ik zal even kijken of dat klopt. Ja, dat klopt wat ik net zei. Dus we gaan verder. Even kijken. Dus je krijgt hier zo. We gaan ook nog een glas maken aan de voorkant, zodat we zien wat ze doen. Hier moet nog eigenlijk een rij uit. Dus dat gaan we ook doen. De kop staat wel goed. Dus dat zou geen probleem moeten zijn. Ja, dus hij is spannen met. Hoe zou ik het ook weer? Oh ja, in 3 hoog. Dus dit hier is spannen. En dan maken we zeg maar een kobbeldak overheen. Maken dat wel gelijk eventjes. We hebben veel kobbel nodig, zo te zien. Maar dat gaat wel goed komen. Aangezien we dat net allemaal hebben gemined. Om dit allemaal te clearen. Wat een heel gedoe was. Dus tot hier. En dit is er recht voor. Dus dan moeten we gewoon even open houden ook nog. Dat zal ik dan later wel uitleggen. Maar eerst maken we even de kooi waar ze in zitten. Als we het zo mogen zeggen. Daar zo. En dit nog weg. En ik wil hem natuurlijk niet opsluiten met alleen cave spiders bij elkaar. Waarom? Oh, dat was de opening ding. Dus dit kunnen we weghalen. Dus ook even de opening markeren waar die heen moeten, zeg maar. Even kijken. Dus hier zo. Dus dat laten we open. Dat deed ik eigenlijk heel dom, deed ik dat. Maar dat maakt niet uit. Ik zal even eentje maken en dan zal ik de rest zou ik wel maken en dan zonder dat jullie het hoeven te zien. Want het is hartstikke saai om te kijken, denk ik. Kijken. Tot hier. Dan kan ik dat wel straks weghalen. Dat kan ik nu weghalen. Oh nee. Oh, moet eentje naar. Nog eentje verder. Dank je dat je het even zeiden. Kijken. Toortje plaatsen. Zoals gaan ze spannen en dat willen we natuurlijk niet hebben. Dus deze muur is voor allebei. Tot hier. Tot hier en niet verder. Pew. Pew. Pew.
Oh, dan komt natuurlijk glas. Wat ik aan het koken ben. Hé, dat had ik goed uitgedacht voor mezelf. Ik glas nodig had. Even kijken. Hier deze hele plafond moet kobbel worden. Want ja, het zijn wel cave spiders, hè. En dan moet je wel een beetje in een natuurlijke omgeving laten. Maar dan gebruiken we kobbel om een natuurlijke omgeving aan te geven. En geen abandoned mineshaft. Oké. Bijna. Klaar. En dan zou ik zeggen wat er gaat gebeuren. Hoe we dit gaan doen. Wacht, ik zal er eentje maken. Ik zal er nog een tutorial over maken. Later deze week. Zal ik er nog een tutorial over maken. En hier heb ik wat verkeerd gedaan. Denk ik. Ja. Want deze moet nog eentje naar achter. Daar zal ik nog helemaal tutorial over maken. Dan zal ik verwijzen naar een andere video ook nog. Maar die is Engels. En ik zal hem in het Nederlands maken voor jullie. Dus zeg maar bijna een replica van die tutorial. Niet helemaal. Maar ja, dat zullen we wel zien. Hoe kom ik er nu in? Oké, wacht even zo. Oh, er zat gewoon een opening nog daar. Kijken. Dus als het goed is, is er dan 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, perfect. Dat is goed. Dat is helemaal goed. Laten we nog even een opening houden hier zo. Ze willen natuurlijk niet opgesloten. Nou, dat zegt het nu voor de vijfde keer of zo. Jongen, jongen, jongen. Datzelfde steen dat we net hebben opgehakt, kunnen we gelijk weer terugplaatsen waar we het vandaan hebben gehaald. We zullen makkelijk genoeg koppel hiervoor hebben, omdat we dit net allemaal hebben uitgehakt. Al drie dubbelen dus. Koppel genoeg. Dus dit is de area. Dat we gaan gebruiken. Volgens mij moet deze nog eentje naar beneden droppen. Dat zal ik nog even een keertje checken. Wacht.